Ja. Ja, ja, maar je komt hier dan wel allemaal hier aan die poort staan. Ja, maar Ian. Ja, Ian denkt dat klopt. Kan met je Ian. Als mama rijdt vandaag ook. Ha? Ja. Ja, dat is niet. Er ga ik er naar daar? Want dan zet ik hier naar daar. Dan laat me hier op. Als ik krijg een honderd. Eens kijken hoe de jongens vandaag laten zien hoe zij met de fiets kunnen rijden. Zo, het is intussen 10 uur. Hé, hey, Jelle. Herkles Westerlo. Dankzij kunnen wij u deze wedstrijd aanbieden. Of dit. Hier.
wat moet ik er zetten? Je moet het zien, heet ie. Ja, je ziet op je camera. Ah, oké. Aan de rechterkant van het parcours, maar wel binnen het domein van het Dalton. De laatste bij terecht, u ziet daar de oranje kegeltje staan, uitnodigend om uw behendigheid te tonen, maar dat is natuurlijk voor de allerkleinste. We zijn wat animaties bezig hier aan de heilige kant van het podium, jullie rechterkant. Een rode boog met een special aanstoot. Daar is het. Dit is de eerste wedstrijd van vandaag, de 8- en 9-jarige die dus zo meteen van start gaan, dat zij zich naar de start gaan. De 8- tot 9-jarige vraagt de start van de wedstrijd over het parcours hier in de Beeldjens. Dus graag de eerste categorie, de 8- tot 9-jarige, naar de start van het parcours, dat is bij de rode boog. Helemaal vooraan op het domein hier van het Dalton Atheneum, het Leerlabo. Voor de jongste 1,5, voor de grotere. Dus deze manier, deze jongens maken, zullen over het podium denderen. Over het parcours denderen dat 1,2 kilometer lang is. En ook niet de hoge druk die het parcours gedinnen is. Daar even langs. Om dan weer richting dit te doen. Beetje voorzichtig en dan het grasveld op. Naast trekkoers. Ze denken dat we vandaar stroom de beeldjes in. We komen terug bij u voor de halen. Ze doen het in ieder geval. De zandstroom komt later wat balletjes onderweg. Kom dan terug te keren. De zandstroom komt later wat balletjes onderweg. Kom dan terug te keren. Langs hier, lang naar duur. Kom een beetje. Ja, op dat lang stuk doorgaan, hè? Op dat lang stuk doorgaan, hè? Kom op, hè? Hop, hè? Hop, hè? Hop, hè? Kom op, Broek. Hoor u kijken. Ik wil nogmaals aandacht vragen om het parcours niet meer te bereiden of te betreden. Kom aan, jongen, kijk, kom aan, hè! Even fijne kansen krijgen op de zee hier van. Ik zie wel de tweede die hier passeert.
volgens mij ben ik simpel. Dat is Laurijs van Ralf Jan. We gingen op tot drie is. Hier de mijnen zijn opgereden en ook weer afgereden. Ik is passeer ik ook allerlei jongeren op de fiets. We gingen dus de jongste van Ralf Jan passeren. En ze gaan dus op één ronde. Eén ronde nog. Dus uw laatste ronde gaat nu in. Eén keer het parcours op volle snelheid afwisselen. En hopen dat u bij de eerste op de finish kan komen. Maar het belangrijkste natuurlijk dat hij zelf uitdaagt op dit toch wel gevarieerde parcours. Kom aan, Ben, alles geven, alles geven. En ik hoor dat ze zijn aangekomen hier. Ik denk dat ze net in een ooghoekje iemand passeren. Ik dacht dat iemand helemaal los op kop reed en dat zou dan Brindik Dumper nu zijn. Dus Brindik die straks ook aan de kop maakt. Maar ik had natuurlijk in de Bodschutwedstrijd alles geboren. Dus ik geef hem een hartelijk applaus, dames en heren. Straks het volume iets voor 12 is dat. En dat is Brindik Veert die hier als winnaar. En eens kijken op de tweede plaats op een spotje. Ja, het zal toch vastleggen, denk ik, de posities hier. Bij de 8-jarigen hier. Het is Brindik eerst die mooi nog de tweede wordt en de naam van Pixel. Moet zich naar de aankomst begeven op een vraag van 30, 40 meter naar de finish. En ja hoor, hij wint hier de wedstrijd bij de 8-jarige met ruime voorsprong. Dat mag u van genieten, jongeman. Straks het podium, iets voor 12 is dat. Dat is Briek Geert die hier als winnaar. En eens kijken op de tweede plaats ook nog een spurtje. Ja, het zal toch vast liggen, denk ik, de posities hier op... Bij de 8-jarige hier ben we bijna erbij gekomen op de derde plaats voor Reijse Ralf Jan. Ik ga nogmaals dat de uitrekking straks pas iets voor 12 is na alle minimumwedstrijden. Mooie plaats hier, nummer 4 van de Kerkhof. Hier een klein spurtje voor de ereplaatsen. Lukt het nog? Komen ze nog over? Dat spannend wordt bijna voor de finish. Ja, net niet. Ja, hij houdt het, hij houdt het. Oppassen voor het puntje op het einde. Het volgende duo dat hier de race aan de finish zit, kort achterna gezeten door nummer 3. En kijk eens aan, ja hier ook zij komen vlotjes de finish over. Na een mooi ritje van iets minder of ongeveer toch 11 minuten. Nog een aanmoediging hier, ook zij natuurlijk hebben eigen zichzelf uitgedacht op dit parcours. En halen de finish na een mooie wedstrijd in het zonnetje. Ook jullie komen nu hier dan, oh wel de finish overrijden alsjeblieft. Ja, nog 5 meter ongeveer, nog zelfs niet meer. Ja, en je bent er, schitterend gefeliciteerd hier aan de aankomst van deze Wisselse cyclocross. Het is geen dan, hè. Hier het veld in het begin. De koploper is onderscheiden als 13, denk ik. Nummer 13 op kop, dat is Louis van Arwegen. Hij is het snelste weg uit Bosman-Vlinderman. Het snelste weg hier op het Dalton Atheneum het Leerlabo. Hij duikt hier als eerste ook de dreef in, de beeldendreef, onder andere. Louis, kom op, hè. Louis. Allee, Matthijs, kom maar, jongen. Ja, en intussen zijn we de dat is een stand voorbij komen. Ja, hier achter het duik, achter het schoon, hoe nodig zit. De helemaal kop. Ze zijn met een tweetal vooruit, maar een stokje maken, gezien door nog een duo.
wat ik het nog goed gezien heb. Dus ik wacht even, wat is het achterste bal weer opsluiten. Door dit gebiedje zonnetje. Dat vind ik een beetje Dat is dus Kinderen, Bonnet en... Jongens, kom op, En dat ze vragen zitten, ook die moet ik niet helemaal bestellen, maar de toekomst op de We gaan allemaal snel hier. Ik heb een passant in de schaduw kijken. Maar we hebben trek op ons, dat is duidelijk. En als zij goed blijven samenwerken tijdens Bonnet en Kies, dan zitten ze weg, denk ik. Van Oranje gaan op de dagen zelf een paar prestatie neer te zetten. Daarom gaan we de positieve kennis maken. Om te zeggen, Louis, volgen, hè? Kom op, go! Kom op, optrekken, Louis, optrekken, kom op! Nou, Louis, het is vandaag, hoor! Goed, Kobe! Goedje! Kom op, jongen! Kom op, Kobe, het zit te doen, hè, joh! Kom op, Kobe, kom op, jongen! Hup, hup, hup! Hup, verschil met de Kobe Teulens. Even kijken, daar zijn ze dan de hoek om.
Nog steeds, het is nu je ziet dat Roel van der Bergen erover heeft. Kan hij vooral reden, maar ik begin het tenminste. Maar ook de positie van de finish. De tweede is de zijn. Een beetje afwachten tot de groene passeert. Nummer 4 en al. Kijk, dat is nummer 3. En kijk, is dat nog steeds voor de teugels? Hier op de derde plek komt op de finish. En uiteraard zal er ook nog eens een wedstrijd afwerken. Ik kan wel wat ik meteen kan zeggen. Wie de eerste van de dame van het gezelschap is. Dat is wel moeilijk zijn. Ik ken hier op het zeker met de weet niet. De winterfinish. Nu past ook bij. Allee man! En daar is het leidend duo alweer terug hier op het domein van Dalton Atelier met Leerlabo. En het is nog steeds een duo. Karen Bonnet en Louis van Arwegen vechten onder elkaar. Nu zie ik dat Louis van Arwegen de leiding genomen heeft. Kan hij het volhouden? En ja hoor, Louis van Arwegen is de winnaar hier bij de Mini Mijn 9 jaar. Karen Bonnet, nummer 3. Even kijken, is dat nog steeds Kopen Teugels? Die hier op de derde plek komt over de finish gereden. Nog net op het podium, ja het is Kopen Teugels hoor. De derde plek hier op het podium straks ook rond 12. De nummer 4. Het gezelschap is, het is wel moeilijk zijn te kennen hier op de fiets. Zeker met tegenlicht op de zon, dus ik kan misschien al iemand gemist hebben. Ik weet het niet zeker, maar dit is de eerste dame, wordt mij aangewezen. En ik probeer dan het nummer te zien, dat lijkt met 19 te zijn, kan het? Little Huis. Zo dan de eerste dame. Hier nog de laatste meters voor onze volgende renner hier. Ik ben het wel kwijt wat de plaats betreft, maar ook een heel krappe wedstrijd gereden. En nog eentje die in de laatste 30 meter start. Nog even door duwen op die pedalen. En vergeet niet, de winterfinish. Nu pas op. En nog renners die over de finish rijden. Beetje leeg gereden misschien, want zo'n supercross wedstrijd moet dat doen. En hier ook nog enkele laatste meters. En ja hoor, ook. Jij hebt de